Palmyra. Cynthia. Je hebt weer van alles bij, zie ik. Om ons in te lichten, hè, wat we moeten dragen deze herfst. Allee, herfst, het is nog zomer, hè. Vanaf vandaag begint het een beetje dat we echt wel de herfstcollectie gaan kunnen dragen. Hè. Ja. Het is wat wisselvallig. Hè. Ja, je moet het een beetje, ja, toch zien morgens welk weer het wordt. Mm-hmm. Hè. Hoe doe je dat bijvoorbeeld gisteren, 25 graden? Dan is het nog een zomers tenuutje. Of je zegt, ik kies al de herfstcollectie, maar dan de heel lichte kleuren. Ja. En daar hebben we toch wel geluk mee. Ja, wat zijn de kleurtjes zo allemaal? Nu, Cynthia, zwart, wit, grijs en de felle rode en blauwe kleur, dat blijft toch elk jaar wel terugkomen. Wat valt dit jaar enorm op, zijn de warme pasteltinten. Mm-hmm. Is dat dan zoiets wat jij nu aan hebt? Of? Ik heb al iets meer bordeaux erin zitten. Het is een mengeling. Ja. Dus het is bijvoorbeeld wat ik hierbij heb. Ik ga het dus eventjes tonen. Wat zijn de warme pasteltinten? Je kan gaan voor een broek. En een dierenprint is ook een enorme trend. Hier hebben we de combinatie. Dus als je zegt van oké, ik ga voor een warme pasteltint. Ik ben even bij La Bottega wat stuks gaan halen, want zo uitgebreid is mijn garderobe natuurlijk niet. Ja, ja. Af en toe eens wat kunnen lenen. Dan kan je de combinatie doen. Ja. Van textuur is alles net iets dikker. Het mag ook wel wat glanzen. Ja. Of als je zegt van ik ga het combineren met iets wat heel zacht is. Fijn nu met deze dagen, dat als het s'avonds wat frisjes wordt. Ja, ja, ja. En dan kan je zeggen van kijk, ik hou van donkerdere kleuren. Doe je het net iets donkerder. Je kan bordeaux gaan mixen. Of je kan mooi toon op toon gaan en een schoen met een veter. Ja. Is ook wel echt in. Ja, allee, leuk hè. Ja, ben je daar echt zo mee bezig met combinaties en dat moet afgestemd zijn op dat? Heb je zo'n heel keuze in je dressing? Ik probeer nu niet echt overdreven. Ik val trouwens meer, dat zal met mijn haarkleur, dat zal je beter weten, meer op felle kleuren, felle kleuren, ja. Qua temperament of zo. Ik vind dat bijvoorbeeld heel mooi, maar er zijn van die pasteltinten, als ik die aandoe, dan ben ik heel blij, dan val ik helemaal weg. Ja. Dan heb ik iets voor jou. De pasteltinten kan je perfect combineren met een heel mooie bordeaux lip. En dat zie ik jou wel dragen. Ja. Dus daar heb je ook verschillende tinten in. Of je zegt, ja, ik ga voor een donkerder nagellakje, wat ook meer kleur gaat geven aan de handen. Of juweeltjes ook, hè. Uh-huh. Dus ofwel zeg je van, ik blijf in die tinten als je een type bent die echt van neutraal houdt. Ofwel zeg je, nee, ik ga toch wel net iets feller. Ja. En dan kan je dat perfect combineren. Dus bordeaux komt terug. Ja, en aan de mannen mogen ook wel denken. Qua slangenprints, de dierenprints die terugkomen, heel mooi gecombineerd eigenlijk met een riem eventueel. En je ziet, het zijn altijd toch de accenten, een klein beetje blauw er nog bij. Dat is mooi. Zeg, en dat bordeaux, kan je dat dan ook in oogschaduw of zo terugvinden? Of, ja, heel zeker. Dat lijkt me zo'n rare kleur, bordeaux. Je moet zorgen dat het niet te veel naar het rode gaat, want ik zie dat je ook een klein beetje groen in de ogen hebt met bruin. Dus als je die tinten volgt, dat gaat heel mooi zijn. Dus zoals je hier kan zien, er zijn verschillende varianten. Dan zou ik eerder gaan voor een roestbruin. Niet te rood gaan, want dat kan soms al een klein beetje vermoeid overkomen. Ja. Ik denk zo'n herfstpaletje, dat dat echt wel iets voor jou kan zijn met je haarkleur. En hoe zit het met de haarkleur dan? Want ja, ik mag u een rosse noemen. Natuurlijk, ik ben een rosse. Moet daar ook aangepast worden in de winter? Moet je dan donkerder of warmere kleuren erop zetten? Of hoe, Dat is een klein beetje voorkeur, maar ik denk dat je al helemaal trendy bent, want bordeaux of rode haarkleuren is enorm in. Vroeger werd ik gepest ermee op school. Maar dat is gedaan, want ik heb dat aan mijn kinderen ook gevraagd. Zeg, worden jullie niet geplaagd? Oh, nee. Dus dat was al een beetje aan het weg hebben. Ja. Gelukkig, maar. En ben je er dan ongelukkig door geweest dat je ros was? Ja, destijds wel. Want toen wou ik echt pikzwart haar hebben. Tot ik dan eens voor een theaterstuk een punkster moest spelen. Ja. En hadden ze mij, en ik mocht geen pruik dragen. Ik moest zwart haar hebben, echt blauw-zwart. En dan was dat geverfd en s'avonds was dat heel mooi. Ben je opgemaakt en ik was toen ook een pak jonger. Maar s'morgens als ik dan in de spiegel keek, was het iets te hard voor mij. Ja. Ja. Ja, en dan is rood zachter en nu ben ik er totaal mee verzoend. Dus. Ja. En is dit dan jouw natuurlijke kleur of zet je er ook nog iets op? Ik zet er iets op, want rood haar, die worden niet grijs, maar die felle kleur gaat weg. Dat wordt zo'n beetje valer. Ja. En dat vond ik dan niet zo mooi en heb ik er terug mijn eigen kleur opgezet. Ja. Eigenlijk. Ja, mooi, hè? Allee, ja, ik dat vind is heel eigenlijk mooi. Wel mooi. En gezond haar ziet er glanzend uit. En net zoals we het in de kleding eigenlijk zien, als je zegt dat je haar net iets doffer wordt,
wat kan je dan doen? Er is iets heel nieuws op de markt, Cynthia. Een botoxbehandeling voor het haar. Maar dat heb ik al gelezen en gezien op Facebook. Ja, wat is dat eigenlijk juist? Dat gaat eigenlijk een liftend effect geven voor het haar. Van binnenuit gaat het een werking hebben. Ik heb het ook al laten doen. En ja, je gaat er een enorme glans van krijgen. Dus op je eigen haarkleur een botoxbehandeling kan ideaal en zijn. En is dat dan gelijk een masker of zo? Dat is eigenlijk een serum. Dus dat wordt gemengd. En ze gaan er heel weinig van nodig hebben, omdat het zo intens is. Het wordt over op het haar aangebracht. En dan moet je het een 20-tal minuutjes laten intrekken. Ik heb de behandeling gedaan 3 keer na elkaar. Of je kan voor 1 behandeling kiezen. En er zit ook wat keratine in. Ah, ja. Dus ideaal voor glans. Is een enorme trend in het najaar. Zeg je van kijk, goed, ik wil een ander alternatief. Dan ga je kiezen voor een olie. En dan ga je die aanbrengen op het haar. En dan heb je ook een mooie glans. Oh. Dus helemaal in het najaar. Olie op je haar? Ja. Is dat niet vet? Dan? Nee, maar je hebt maar een heel klein beetje nodig. Dus als je een pompje neemt eigenlijk op je handen. Ah, ja. En je wrijft het wat uit en je gaat over je haar, dan krijg je een bij mij begint het altijd zo te vroezen en dat vind ik... Je moet niet te dicht aan de hoofdhuid gaan. Ah, nee. Dus en houdt dat, als het zo een beetje vochtig weer wordt, dan begint zo bol. Krullig. Kan dat er ook dan voor dienen? Ja, heel zeker. Dus een olie voor het haar, botox. Dit najaar gaan we helemaal niet voor dofheid. We gaan wel voor zachte kleuren gaan, maar we willen ook wel heel veel glans, wat metaliek. Ja. En dan zijn we helemaal mee. En dan ook die accessoires nog altijd in het haar, zoals in de zomer? Dat kan je doen. Het is vooral iets voor festivals en in de zomer. Maar ik denk als je dan de donkerder tinten gaat nemen, dat dat zeker nog wel kan. Ja, ja, ja. Er staat ook een heel mooie handtas. Ja, die had je al gezien. Ja. Ik denk dat dit een handtas is die je met alles kan combineren. Alle kleurtjes zitten dat er wel in. En toch voldoende zwart, dat het net genoeg chic maakt. Dus ik denk dat ik hem nog eventjes ga lenen om vanavond te gebruiken. Het is wel handig als je het allemaal zo mocht lenen. Ja, ik vind het jammer altijd als ik het moet terugbrengen, maar ja. Bon. Ja, 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 ja. Zeg, ik zie ook in jouw haar wat schakeringen van kleuren. Dat wordt ook fel gedaan, zo boven donker en beneden lichter. Hè? Vandaag bij de cliënt wisten ze mij te vertellen dat ik echt wel trendy ben, eindelijk. Oh. Want ik heb heel lang zwart haar gehad. Nu ben ik eens voor een sombre gegaan. Dat is een subtiele ombre, dus mijn haar is hier ontkleurd. Yeah. En dan komt die rode tint er eigenlijk door, door mijn eigen pigmentatie. Ah, of je kan het zo laten kleuren. Ach zo. Ja. Dat is wel mooi. Ja, ik ben er wel heel blij mee. Je zit helemaal hip. Helemaal in. Voor één keer wel. Maar ja, je moet ons altijd tips geven. En wat ik zo mooi vind, is die lijn. Ja. Maar bij mij lukt dat niet, omdat dat dan na een tijd begint dat alle kanten op te gaan. En dat is zo mooi als je stijl haar hebt en dat zo mooi valt. Daar zijn ook wel trucjes voor. Ja, waarschijnlijk.